En erfelijkheidsonderzoek en genetische counseling worden steeds belangrijker voor behandeling en preventie van ziektes. Dit is een van de conclusies getrokken tijdens de medische bijeenkomst Klinische Genetica Update, gehouden door de Stichting Postacademisch Onderwijs Geneeskunde Suriname, SPAOGS. Lisette Leeuwen, inleider en arts in opleiding tot medische specialist, vertelde in haar presentatie wat een klinisch geneticus precies doet tijdens een erfelijk onderzoek. Vooral als het gaat om erfelijke ziekten kan de arts nagaan als het in de familie voorkomt. Leeuwen geeft verder aan dat als een arts een vermoeden heeft dat een ziekte een erfelijke oorzaak heeft, er bepaalde vragen gesteld moeten worden aan de patiënt. Het belangrijkste in deze is vragen naar de familiegegevens om na te gaan als er een erfelijke oorzaak speelt. Tijdens de klinische avond hebben de aanwezigen een opgefriste basisprincipe van de erfelijkheid gehad en hoe die te gebruiken. De klinische avond was bedoeld voor huis, zaal en assistentartsen, artsen in opleiding en verpleegkundigen.